بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على من بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للصالحين نبينا محمد الهادي الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خليف دي برودرز اند زيسترز ان الاسلام ان ايرست انستانس خروت كريم دخلوت فون الاسلام دخلوت فون اهل الجنه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Zoals aangekondigd zal ik het de komende minuten met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala het met jullie hebben over de grootste vijand van de islam en de moslims. Degene, zoals de broeder te kennen heeft gegeven, die het als een belofte op zich heeft genomen om de mensen af te houden van het rechte pad van Allah. En wil je weten hoe je vijand te werk gaat en hoe je eigenlijk je kunt ontkomen aan de listen van de shaitaan, dan dien je wel te weten wat de doelstellingen zijn van de shaitaan. Wat zijn zijn doelstellingen? Wat zijn zijn beoogde doelstellingen? Waar wil hij naartoe? Vervolgens dien je te weten wat de strategieën zijn die de shaitaan bewandelt om je uiteindelijk erin te luizen en je uiteindelijk zo ver te krijgen in zijn nesten opdat jij Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzaam zult zijn. Vervolgens is het natuurlijk dat, zoals we weten, is er voor elke ziekte een medicijn. Dus ook voor de listen van de shaitaan is er een manier voor de moslims om zich daartegen te behoeden. Om te beginnen dienen wij te weten dat Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft geschapen met een doel. En het doel heeft Allah subhanahu wa ta'ala verwoord in de Koran zeggende: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ik heb de mensen en de djinns slechts geschapen om mij te aanbidden. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen om hem te aanbidden. En hij heeft ons daarna niet aan onze lot overgelaten. Hij heeft ons daarna niet in de steek gelaten. Maar hij heeft een boodschapper naar ons gestuurd die de weg naar Allah verduidelijkt. Die de weg naar Allah subhanahu wa ta'ala verheldert. Die de weg naar Allah subhanahu wa ta'ala laat zien. Een van de kenmerken van deze weg naar Allah subhanahu wa ta'ala is dat deze recht is. De weg van Allah subhanahu wa ta'ala is mustaqim. De weg van Allah subhanahu wa ta'ala is recht. Maar het is ook tegelijkertijd een weg die niet gestrooid is met rozen. Het is een weg, beste broeder en zuster in de islam, met allerlei beproevingen. En de grootste beproeving die wij treffen op deze weg, die wij bewandelen richting Allah subhanahu wa ta'ala en richting zijn welbehagen, is de duivel, oftewel Iblis. Deze Iblis die staat op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala om je daarvan af te houden. Want hij heeft het als een belofte op zich genomen. En hij heeft het richting Allah subhanahu wa ta'ala kenbaar gemaakt. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Voorwaar, ik zal ze opwachten op uw rechte pad. Hij geeft te kennen. En hij zweert bij Allah. Dus hij gelooft in de heerschappij van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij gelooft in Allah. En hij zweert bij Allah dat hij deze recht, dat hij de mensen op zal opwachten op deze rechte weg. Dus hij geeft ook nog aan dat sirat, dat de weg van Allah subhanahu wa ta'ala recht is. En hij heeft dus op zich als een belofte genomen en gezworen dat hij ons zal opwachten op deze weg richting Allah subhanahu wa ta'ala. En vandaar is het belang ontstaan om te weten: wat wil deze shaitaan van ons? Wat wil deze Iblis van ons? Voor hoe ver wil hij wel ons niet krijgen? En wat voor strategieën bewandelt hij? Om te beginnen laten we de doelstellingen van de shaitaan in kaart brengen. Je zult ze natuurlijk niet allemaal kunnen opsommen, maar het zijn allemaal terug te voeren naar 5 zaken of 6 zaken. Laten we eerst met deze doelstellingen te beginnen. De eerste doel van de shaitaan, waar hij het meeste vrede mee heeft, is het vernietigen en teniet maken van datgene waar de mensen voor geschapen zijn. En datgene waarvoor de boeken zijn gezonden en de boodschappen zijn gestuurd, namelijk het verwezenlijken van tawhid. Deze shaitaan wil dus het verwezenlijken van tawhid vernietigen. En het vernietigen van tawhid doe je middels shirk. Middels het aanbidden van anderen dan Allah. Middels het richten van daden van aanbidding richting anderen dan Allah. En dit is de grootste beoogde doelstelling van de shaitaan. Is dat men shirk begaat. En hij zou blijven waken. En blijf erover waken om met steeds met verschillende strategieën te komen
zowel in het verleden als in het heden als in de toekomst, met verschillende strategieën, zodat men anderen dan Allah subhanahu wa ta'ala zou aanbidden. En dan pas zou hij tevreden zijn. En dan pas zou hij vrede nemen. Op het moment dat hij de schepselen zo ver krijgt dat zij anderen dan Allah zullen aanbidden. Wie heeft anders de stam of het volk van Nuh alayhi salam zo ver gekregen om beelden te maken, om vervolgens deze te aanbidden in plaats van Allah? Het was Iblis, dat was zijn beoogde doel. Dus de eerste doelstelling van de shaitan, wat hij van de mensheid wenst en wil, is dat men anderen dan Allah subhanahu wa ta'ala gaat aanbidden. En als deze hem niet lukt, en de shaitan, voor de duidelijkheid, is geen domme schepsel. Shaitan gaat strategisch te werk. Weliswaar leert Allah subhanahu wa ta'ala ons in de Koran dat zijn listen zwak zijn. Inna kayda shaitani kana da'ifa. De listen van de shaitan zijn zwak. Stelt weinig voor zij die godsvrucht hebben weten te creëren en Allah subhanahu wa ta'ala op een juiste en gedegen wijze hebben weten te aanbidden. Zijn de listen van de shaitan zwak. Dus hij blijft er maar trachten en proberen om de shirk te verwezenlijken tussen de mensen. En wat ik zeg, in de tijd van Nuh alayhi salam heeft hij de mensen zo ver gekregen. Als hij uiteindelijk, strategisch als hij is, erin niet in slaagt om een persoon de shirk laten te plegen of een persoon de shirk te laten vervallen, dan gaat hij een gradatie lager. Dan probeert hij iets anders eruit te krijgen. Dan probeert hij de moslim of probeert hij de mens, in dit geval, om een innovatie te laten verrichten, een bid'a te laten verrichten. Hij probeert men erin te luizen, opdat hij in dit geloof van de boodschapper van Allah, waarmee hij is gekomen, het vervolmaakte geloof, het volledige boodschap van de profeet alayhi salatu wassalam, hij probeert dan de mensen erin te luizen, zodat zij iets toevoegen aan dit geloof. En het verschrikkelijke aan bid'a, het verschrikkelijke aan de innovatie, is dat je indirect eigenlijk uithaalt naar de profeet alayhi salatu wassalam. Indirect zeg je, de profeet heeft iets achtergehouden waarmee ik vandaag ben gekomen. En dit is het verschrikkelijke aan bid'a. En dit is hetgeen wat de shaitan beoogt na de shirk. Is dat hij men in bid'a laat vervallen. Is dat hij men met nieuwe zaken laat komen in het geloof. En als dit hem niet lukt, en hij ziet dat men zich vastklampt aan de sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam, en met zijn achterste kiezen bijt op de sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam, en elke keer wanneer hij het poogt en probeert, dat men toch nog teruggaat naar de overleveringen van de profeet, dat men toch nog ten alle tijde zichzelf de vraag stelt: heeft de profeet dat gedaan? Heeft Abu Bakr dat gedaan? Heeft Omar dat gedaan? Nee, dan doe ik het ook niet. Wanneer hij ziet dat persoon zo omgaat met zijn geloof, dan gaat hij wederom een gradatie lager. Shirk is hem niet gelukt. De innovatie is hem niet gelukt. Dan probeert hij te mikken op iets anders. Namelijk de grote zonde. Dan gaat hij naar de grote zonde en probeert hij de dienaar in dit geval een grote zonde te laten plegen. Met zijn listen die hij beraamt. En zijn volgelingen die hij bij zich heeft. Zowel de menselijke als de duivelse jeans, die zit hij in, om uiteindelijk men in een grote zonde te laten vervallen. En als dit hem wederom niet lukt, en hij ziet dat men zich bewapent met het reciteren van de Koran en het gedenken van Allah, en hij blijft af van de grote zonde, en het lukt maar niet, hoe vaak de shaitan het ook probeert om hem in die zonde te laten vervallen, zo ziet hij dat een persoon het maar niet begeeft. En dat de persoon zich niet laat kisten. En dat de persoon telkens weer zijn toevlucht zoekt bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen de duivel. Dan gaat hij het nog lager mikken. Dan probeert hij hem in ieder geval in een kleine zonde te laten vervallen. En dit is de vierde doelstelling van de shaitan. Sagair, oftewel de kleine zonde. Shirk is hem niet gelukt. Shirk is iets groot. En men heeft de overleveringen gelezen en hij weet hoe laagdunkig de shirk is. En laat zich niet in de shirk vervallen. De bid'a, men weet hoe verschrikkelijk de bid'a is en dat het indirect eigenlijk uithalen is en het schofferen van de profeet alayhi salatu wassalam. En de kabira, de grote zonde, laat hij zich daar niet in vervallen. Vervolgens probeert de shaitan dan nog te mikken op een kleine zonde. Dan wil hij de mens toch, de shaitan wil er sowieso wat eruit halen. Hij blijft erover waken dag en nacht om sowieso
iets eruit te halen. Probeer, mikt hij het op de kleine zonde en probeert hij daarmee de dienaar in de kleine zonde te laten vervallen. En de kleine zonde, beste broeder en zuster, niemand van ons is daarvan behoed. En ieder van ons, zowel ik als spreker en jullie als luisteraars, niemand die kan verzekeren van zichzelf dat hij niet wel eens valt in de kleine zonde, mocht Allah subhanahu wa ta'ala deze voor ons vergeven. Als dit hem niet lukt, of hij ziet dat hij niet het maximale eruit heeft gehaald bij de kleine zonde, dat men sterk blijft, dat men de dua blijft verrichten, zijn toevlucht zoekt bij Allah subhanahu wa ta'ala, de Koran veelvuldig reciteert. Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt, gelet op hoe de shaitan heeft lange ademen, de shaitan die geeft het niet op. Daar waar een aantal van ons het makkelijk opgeven tegen de shaitan blijft gaan. Lange adem heeft hij wel. Nadat hij de kleine zonde heeft geprobeerd en hij ziet dat de dienaar toch nog standvastig is op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, probeert hij het met toegestane zaken. Hij probeert het met toegestane zaken. Hij houdt hem bijvoorbeeld bezig met het werken voor dit wereldse leven. Geld binnenhalen. En hij probeert in te fluisteren en zijn list te beramen, gericht op deze doel, namelijk het binnenhalen van het wereldse leven, het maken van geld en noem maar op. Dat men daarmee bezig is, in ieder geval als hij maar niet Allah gedenkt, denkt de shaitan. Laat hem het wereldse leven binnenhalen, als hij maar niet omkijkt naar Allah. Als hij maar niet bezig is met het reciteren van de Koran. Als hij maar niet uiteindelijk zoveel Allah subhanahu wa ta'ala gaat gedenken. Hij probeert het maximale eruit te halen. En hij laat hem bezig zijn met dunya, met het binnengehalen van geld. Hij laat hem bezig zijn met toegestaande zaak, met te veel eten en te veel drinken. Te veel eten wat ervoor zorgt dat je uiteindelijk lui wordt. En in plaats van nawafil gaat doen, een dutje gaat doen. Dit is wat de shaitan wil. Hij wil hoe dan ook, wil hij zijn belofte waarmaken die hij heeft gericht richting Allah subhanahu wa ta'ala. La'aq'udanna lahum siratak al-mustaqim. Hij blijft maar gaan in de mubah. Vervolgens ziet hij dat een persoon sterk blijft. De dunya doet hem niets. Eten en drinken, hij vermindert deze, blijft vasten. Dag vast hij en dag eten hij als het ware. De maandag en donderdag. Het gaat hem goed af. En de shaitan die ziet van deze persoon, daar moet ik tot het maximale gaan voor hem. Wat doet hij? Dan gaat hij binnen de daden van aanbieding proberen men bezig te houden met een minder belangrijke daad van aanbieding dan een belangrijker daad van aanbieding. Hij gaat hem bezig houden met iets wat minder belangrijk is in het geloof. Van, laten we zeggen bijvoorbeeld, hè? Iets binnen het geloof stelt heel wat voor bij Allah subhanahu wa ta'ala, is vader bij Allah subhanahu wa ta'ala, heeft grote rang bij Allah subhanahu wa ta'ala. En iets, een daad van aanbieding, zoals we weten, daden van aanbieding verschillen van positie bij Allah. Hij gaat hem bezig laten houden met wat minder belangrijke daden van aanbieding, zodat hij minder hasanat krijgt. Gelet hoe de shaitan te werk gaat en gelet hoe listig hij is en gelet op de wijze waarop hij zijn pijlen heeft gericht en gelet op deze doelstellingen van hem en gelet op de prioriteit die hij heeft gesteld, beginnend bij shirk, daarna de innovatie, de bid'ah, vervolgens de grote zonde, daarna de kleine zonde. En als dit allemaal niet gelukt is, dan begint hij men bezig te houden met toegestane zaken. En als dit ook niet gelukt is, dan begint hij binnen de daden van aanbidding de prioriteitverstelling te verstoren voor de persoon, zodat hij minder hasanat binnenkrijgt en Allah subhanahu wa ta'ala minder zou aanbidden. Gelet op deze shaitan. Gelet op deze iblis. En gelet op deze grootste doelstelling die hij met ons heeft. Zijn we wakker of zijn we niet wakker? Letten wij op of letten wij niet op? Leven wij in achteloosheid of kijken wij uit voor datgene wat de shaitan doet? Gelet op deze doelstellingen, hij is bezig. Daar waar een aantal van ons, inclusief mijzelf, eigenlijk aan het slapen zijn, in achteloosheid verkeren, is de shaitan doorgaans bezig, dag in nacht. Dag in nacht, en hij is al jaren bezig, dus hij is bedreven geworden in zijn vak als het ware. Elke keer komt hij met wat nieuws om maar de mensen erin te luizen. Dit zijn de doelstellingen van de shaitan. En dit is hetgeen wat hij wil binnenhalen. En dit is hetgeen waar hij op gemikt heeft. Maar om deze doel te bereiken, heeft hij een aantal strategieën. Om de mensen uiteindelijk zo ver te krijgen dat zij in deze doelstellingen vervallen en dat zij uiteindelijk of shirk begaan of uiteindelijk bezighouden met mindere daden van aanbieding dan andere daden van aanbieding, heeft de shaitan een aantal strategieën. En een van deze strategieën
is iets wat ik bij mezelf bemerk, maar ik denk in ieder ook die naar me zit te luisteren, is taswif. Oftewel, het zeggen van weldra. Het komt nog. Dit is van de shaitan, hè? Beste zuster, wanneer ga je hijab dragen? Het komt nog. Ik ben nog 16. Ik moet 18 jaar worden. Vervolgens moet ik nog gaan trouwen. En als ik getrouwd ben, je bent getrouwd, is het nog geen tijd geworden om je hijab te dragen, correcte hijab te dragen, net omdat ik kinderen heb gekregen. En als ze kinderen heeft gekregen, beste zuster, is het nog geen tijd geworden om je hijab te dragen? Nee, als ik naar Mekka ga. Als naar Mekka is gegaan, beste zuster, is het nog steeds geen tijd geworden om je hijab te dragen? Nee, als ik een huis heb gekocht of noem maar op. Vervolgens behoort zij tot die groep vrouwen die hun hoofddoek niet meer hoeven te dragen, als het ware. Zo gaat het. Taswif, het zeggen van weldra, het komt. Wanneer ga je het gebed verrichten? Beste broeder, is het nog geen tijd geworden? Je bent de 12 jaar ben je overheen gegaan, 13, je bent een volwassen man geworden als het ware voor islamitisch perspectief. De islamitische regels zijn nu van jou, op jou van toepassing. Wanneer ga je het gebed verrichten? Komt nog. Volgend jaar, ja daarna. En je blijft maar uitstellen. En de shaitan die zit op zijn lauweren te rusten als het ware. En die zit maar toe te kijken van hoe jij hem gehoorzaamt. Want hij is degene die bij jou influistert. Komt nog. Je bent nog jong. Stel je voor, je hebt nog 60 jaar te leven. Als jij nou 30 jaar niet hebt gebeden, dan ga je nog die 30 jaar inhalen. Zo, dit zijn de influisteringen van de duivel. En zo gaat hij te werken. Dit is een strategie waar we waakzaam voor moeten zijn en moeten opletten. Zodra je bij jezelf bemerkt dat je aan het uitstellen bent, dan je nadenken, oh ja, wacht even. Dit is een van de tips, of dit is een van de strategieën van de shaitan. Ik moet nu opletten. Nu doen. Voor morgen. Om uiteindelijk de shaitan eigenlijk een klap in zijn gezicht te verkopen. Dit is de eerste zaak dus. Taswif. Tweede zaak wat de shaitan eventueel kan gebruiken, is het laten wanhopen van de genade van Allah. Het jou laten wanhopen voor de genade van Allah. Een aantal mensen kennen die influisteringen. Hij heeft een aantal zonden achter zijn naam. Hij heeft veel gezondigd. Bijvoorbeeld uitgegaan, discotheek in, discotheek uit en noem maar op. Gestolen en nog eens gestolen. Blijft maar zondigen. En vervolgens probeert hij terug te gaan naar de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. En krijgt hij als een influistering naar zijn hoofd gesmeten. Het is te laat. Denk je nou echt dat Allah jou nog gaat vergeven? Denk je nou echt dat jij je terugkeert tot Allah? Denk je nou echt dat Allah jou accepteert? Oh, jij die zoveel heeft gezondigd. Je hebt zoveel zonden achter je naam. Je hebt een berg aan zonden achter je naam. Denk je nou nog dat Allah jou accepteert? Dit is het laten wanhopen voor de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar waar Allah subhanahu wa ta'ala te kennen geeft, wanhoopt niet aan mijn genade, zegt de shaitan in tegendeel, wanhoop aan de genade van Allah. Heb wanhoop. En dit is het spuwen eigenlijk van wanhoop. Is een grootste influistering en een strategie van de shaitan om de mens uiteindelijk af te houden van het rechte pad van Allah. Een andere strategie van de shaitan is het afwijken van de middenweg. Men laten afwijken van de middenweg. Want onze islamitische leer en onze islamitisch geloof is een geloof van de middenweg, van losat. In alle aspecten, zowel in onze aqaïd, zowel in zo'n credo, als in onze jurisprudentie, al-fiqh, als in alle zaken kenmerkt onze geloof zich met de middenweg, losatiyah. En de shaitan die probeert jou van deze middenweg af te houden. En hetgeen wat wij nu zien aan extremisme in het geloof, en hetgeen wat wij nu zien aan het overdrijven in het geloof, is niets meer dan een product van de shaitan. Is niets meer dan een list van de shaitan. Is niets meer dan een strategie die de shaitan heeft bewandeld om een aantal broeders en een aantal zusters af te houden van de weg van Allah. Hetgeen wat wij nu zien aan extremisme binnen het geloof en het overdrijven, het slecht overdrijven in het geloof, is niets meer dan een weg die de shaitan heeft ingeslagen en waarna deze broeders en zusters die achter de shaitan zijn gaan aanholen. Het islamitische geloof is een geloof van de middenweg. Het islamitische geloof is een geloof van gematigdheid. Het islamitische geloof is een geloof die geen extreme kent. Het is een geloof van het bewandelen van de middenweg. En het afhouden van de middenweg is een strategie die de shaitan bewandelt om je uiteindelijk
in een van die doelstellingen te laten belanden die hij voor zichzelf heeft uitgestippeld. Een andere strategie van de shaitan is dat hij de zonde kleineert in je ogen. De shaitan die probeert de zonde in je ogen te kleineren. De zonde is groot bij Allah. Je hebt een zonde gepleegd. De shaitan zegt tegenkom naar jou toe. In fluisteren. Je hebt helemaal niks gedaan. Het stelt niets voor. Wat heb je gedaan? Mensen hebben veel erger gedaan dan dit. Wat zou deze kleine zonde van jou? Klein. Het stelt helemaal niets voor. Ga door. Je kan veel meer dan dit. Kleineren van de zonde in de ogen van de mens. De zonde zo klein maken dat het niets, dat het niets lijkt. Zoals een aantal vrome voorgangers of een vrome voorgaande plachten te zeggen. Hij zei, ik zie dat de zonde nu bij een aantal mensen lijkt alsof een vlieg op hun neus rust en zij deze wegwaaien. Terwijl wij in onze tijd dezezelfde zonde zagen als een berg die op punt stond om op ons te vallen. Kleineren van de zonde, het klein maken van de zonde in de ogen van de mensen, zodat zij doorgaan in deze zonde en dat zij uiteindelijk afgehouden worden van het rechte pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus kijk hiervoor uit. Op het moment dat jij die influistering krijgt dat de zonde klein, elke zonde is bij Allah subhanahu wa ta'ala groot op het moment dat jij doordraaft in de zonde. Op het moment dat jij doorgaat met het zondigen en blijft zondigen en blijft zondigen, blijft zondigen, is bij Allah subhanahu wa ta'ala groot. Ze zeggen, la saghiratu ma'al israr. Er is geen kleine zonde als het gaat om israr, als het gaat om veelvuldig vervallen in ditzelfde zonde. Elke zonde is bij Allah subhanahu wa ta'ala groot. Als het gaat om het blijven vervallen in de zonde. En zoals men heeft gezegd, kijk niet naar de grootte van de zonde, maar kijk naar degene die je ongehoorzaam bent geweest. Kijk niet naar hoe groot of hoe klein de zonde is, maar kijk naar jouw Heer, jouw Schepper, die jij ongehoorzaam bent geweest. Dus dit is ook een strategie van de shaitan die hij bewandelt. Dat hij de zonde klein doet lijken in de ogen van de mensen. Om uiteindelijk hun te doen vervallen in een van die 6 doelstellingen die hij heeft. Hij heeft doelstellingen uitgestippeld voor zichzelf. En hij heeft strategieën en hij blijft maar gaan. En hij blijft het maar proberen met een lange adem. Een lange uithoudingsvermogen. En hij blijft het maar pogen en proberen. Dit is de shaitan. Dit is hoe hij te werk gaat. Een andere strategie van de shaitan is dat hij sommige zonden bij een andere naam laat noemen, zodat het minder erg overkomt. Ze zeggen bijvoorbeeld riba, rente. Wordt bijvoorbeeld bankeren voordelen genoemd. Als het riba wordt genoemd, riba staat in de Koran. En de grote zonde, nee, dan wordt het bankeren voordelen genoemd. Het acteren of het zinnen bijvoorbeeld, hè, dat is beschaving. Vrouwen buiten lopen zonder hoofddoek met schaarse kleding is de mode. Het is niet tabarruj. Het is niet je ontdoen van je kleding. En uiteindelijk Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzaam zijn, nee, dat is mode. Kijk hoe de shaitan mooie namen en benamingen geeft aan de zonde, zodat deze eigenlijk mooi lijken. Het versieren en mooi maken van de zonde en het geven van mooie benamingen aan de zonde, opdat men niet wakker geschud wordt. Opdat men niet afgeschrikt wordt. Als men hoort bankeren voordelen, el-fawaid, bankieën. Ja, wat, dat is op zich fawaid, dat is alleen maar goed. Alles wat faïde is goed, hè? Denkt men dan. Terwijl het gewoon kant-en-klare riba is als het ware. Terwijl het kant-en-klare rente is als het ware. Dus let hierop, op de benamingen die Iblis via zijn volgelingen en via zijn menselijke duivels eigenlijk, men probeert erin te lijzen door andere benamingen te geven. Wat de shaitan ook doet, is dat hij personen kent. En hij werkt op maat als het ware. Hij probeert bij elke persoon te kijken naar datgene wat hij wenst, wat zijn ziel wenst en wat zijn ziel behaagt. En hij gaat daarop proberen in te spelen. Stel je voor bijvoorbeeld dat jij een zwakte hebt voor vrouwen. Dan probeert hij jou erin te luizen om je blik niet te laten neerslaan. Om vervolgens naar vrouwen te kijken, want hij werkt op maat, gericht. Zodat hij jou uiteindelijk in een van die grote zonden laat vervallen. Wat de shaitan ook doet, is stapsgewijs te werk gaan. Stapsgewijs te werk gaan. De shaitan die komt niet naar jou toe met verricht zina of verricht overspel. Hij neemt daarvoor 10 stappen. Hij neemt daarvoor een grote aanloop en begint eigenlijk al bij het niet neerslaan van de blik. Totdat in de buurt komen van de zina. Tot op een gegeven moment het schudden van de hand. Tot op een gegeven moment
de stappen die erna komen, daar wil ik nog niet eens dieper op ingaan. En dit is hoe de shaitaan eigenlijk te werk gaat. En dit is een van de strategieën van de shaitaan. God wat, stapsgewijs. Wat ik zeg, hij heeft geduld. Hij heeft lange adem. Hij gaat ervoor. Zijn enige doel in dit wereldse leven is uiteindelijk... Hij heeft geen andere zorg. Zijn enige zorg is ons opwachten. Dus hij heeft geen andere zaak te doen dan ons op te wachten. En hij heeft genoeg tijd om na te denken en datgene te bedenken waar hij mee ons erin kan leiden. Dus hij gaat ervoor en hij laat jou in stappen, laat hij jou de zonde verrichten in stapsgewijs. Voordat je het doorhebt, ben je eigenlijk al een grote zonde aan het verrichten. Dit is dus een grootste strategie van de shaitan die ook Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran te kennen geeft. Wa la tattabi'u khutuwati shaitan, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En volgt niet de stappen van de shaitan. En Allah subhanahu wa ta'ala behoedt ons hiervoor. Door vaker bijvoorbeeld te zeggen. Wa la taqrabu. En nadert niet. Wa la taqrabu zina. Allah subhanahu wa ta'ala heeft niet gezegd. Verricht niet de zina. Kom nog niet eens in de buurt van zina. Wa la taqrabu zina. Nadert de zina niet. Dus alles wat leidt tot zina is verboden. Waarom? Dat het allemaal stappen zijn richting de zina. Het zijn allemaal middelen die de shaitaan gebruikt om je uiteindelijk in de zina te laten vervallen. Wal'iyadu billahi ta'ala. Dit zijn de doelstellingen van de shaitaan. En dit zijn de strategieën van de shaitaan. En dit is hoe hij te werk gaat. Heb je opgemerkt hoe waakzaam hij is om zijn belofte toch eigenlijk te doen vervullen? Heb je gemerkt hoe hij zich inzet om uiteindelijk deze 6 doelstellingen te behalen? Heb je gemerkt wat voor strategieën hij heeft? Heb je gemerkt dat hij, voordat jij het doorhebt, jij eigenlijk je hebt begeven aan de listen, aan zijn listen? Heb je gemerkt hoe scherp hij is? Dus het is aan ons om scherp, ook scherp te blijven. Het is aan ons om onze aandacht erbij te houden. Het is aan ons om niet achterover te leunen. Maar het is aan ons om deze duivel ook de oorlog te verklaren zoals dat andersom ook is gedaan. En zoals wij weten heeft Allah subhanahu wa ta'ala niets nagelaten. En de profeet alayhi salatu wa salam heeft niets nagelaten of hij heeft ons daarin onderwezen. Al helemaal. Als het gaat om deze grootste zaak, namelijk de duivel. Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor elke ziekte medicijn gelaten. En hij heeft voor elke complicatie, voor elke probleem een oplossing gegeven. En dus ook voor deze strategieën van de duivel heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons geleerd hoe wij ons dienen te beschermen voor deze invluisteringen en hoe wij deze gaten kunnen dichten voor de shaitaan en hoe wij deze ingangen voor de shaitaan kunnen dichten. Een eerste zaak die men dient te doen als het gaat om het zichzelf beschermen voor de duivel en voor zijn listen, is dat hij een zuivere intentie dient te hebben. Al-ikhlas lillah. Heb een zuivere intentie in de oorlog die jij voert tegenover de shaitan, tegenover de duivel. Heb daarin een zuivere intentie en zoek toewijding tot Allah subhanahu wa ta'ala. Heb daarin een zuivere intentie en weet dat je het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala doet. Om hierbij te beginnen. Dat je het doet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala en dat je je vervolgens vastklampt aan Allah. Je klampt je vast aan Allah subhanahu wa ta'ala, zodat hij jou behoedt voor deze listen die de shaitaan voor jou beraamt. Dat is een eerste zaak. Een tweede zaak die ons behoedt voor de listen van de shaitaan en de strategieën van de shaitaan is natuurlijk het reciteren van de Koran. Het reciteren van de Koran. Een soort verbond aan te gaan met de Koran. De Koran als een metgezel te nemen. Veelvuldig de Koran te reciteren. En deze te memoriseren. En vervolgens te overpeinzen om daarna de Koran in de praktijk te brengen en deze te praktiseren. Op het moment dat wij omgaan met de Koran als een metgezel, als een vriend. Dag in dag uit lees jij de Koran. Dag in dag uit reciteer jij de Koran. Dan zul je zien dat je jezelf bewapent voor de shaitan. Dan zul je zien dat jij een soort omhulsel om jezelf heen bouwt tegenover de shaitan. Een soort citado voor de shaitan. Hij zou niet in de buurt kunnen komen. Oh, helemaal. Als jij Surat al-Baqarah leest. Surat al-Baqarah, wat de profeet alayhi salatu wasalam ons leert. Dat de sahara, dat de tovenaars het niet aankunnen. En dat de shayatin bezwijken als het gaat om Surat al-Baqarah. Wanneer men Surat al-Baqarah reciteert, is een wondermiddel tegenover De listen van de shaitan in zijn strategie, in zijn influisteringen. Dus heb de Koran als een metgezel. Reciteer de Koran. Vooral nu in deze maand. Maand Sha'ban.
En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons doen leven. Om deze maand alsnog wederom mee te maken. In aanloop naar de grootste maand, Ramadan, de maand van de Koran. De maand waarin opeens iedereen duikt in de Koran. Daar zijn ze waar 11 maanden lang de Koran hebben verwaarloosd. Het is nu tijd geworden om de Koran open te slaan. Niet alleen om een doelstelling te hebben dat jij jezelf bewapent van de Koran, maar om de woorden van jouw Heer te lezen. Om de woorden van jouw Heer te overpeinzen. Om de woorden van jouw Heer te memoriseren. Heb een band met de Koran en begin nu een aanloop te nemen richting de maand van de Koran. De maand van de Koran, de maand van de rahma, de maand van de genade, namelijk de maand Ramadan. Begin nu een soort verbond met Allah subhanahu wa ta'ala aan te gaan om te duiken in de Koran, om zijn woorden te reciteren en deze te overpeinzen. En dit zou een grootste wapen zijn tegenover de shaitan en tegenover deze doelstellingen van de shaitan en tegenover deze strategieën van de shaitan. Wat ook ons behoedt voor de duivel en zijn listen en strategieën is natuurlijk het veelvuldige denken van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarin schieten wij tekort. Het veelvuldige denken van Allah subhanahu wa ta'ala, wat ons weinig moeite en tijd kost. Het kost weinig moeite en energie en tijd om Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken. Astaghfirullah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wat kost het van ons? Een paar seconden? Misschien wel 2-3 seconden. Maar toch nog zijn we daar zuinig mee. Met het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. En op het moment dat jij Allah subhanahu wa ta'ala veelvuldig gedenkt. Op het moment dat jij toevlucht zoekt dat Allah subhanahu wa ta'ala tegenover de duivel. Dan zul je zien dat de duivel nog niet eens in de buurt probeert te komen of durft te komen. Omdat jij Allah subhanahu wa ta'ala aan het gedenken bent. Probeer daar een soort vaste ritme in te hebben per dag. Op zijn minst het waken over ochtend lof uit in de avond lof uit in om Allah subhanahu wa ta'ala te prijzen in deze te gedenken. Hoe kun je anders bewapenen tegenover de shaitan? Op het moment dat wij ons afwenden van het gedenken van Allah. Op het moment dat wij de Koran niet meer reciteren. Dan geven wij eigenlijk de shaitan de vrije loop om zijn doelstellingen gemakkelijk en wel te behalen. Op het moment dat wij onze ruggen toekeren tot Allah subhanahu wa ta'ala, dan zeggen wij tegen de shaitan, kom maar op. Wij maken alle deuren voor je open en je kan binnentreden en je kan spelen en doen wat je wil en laten. Op het moment dat wij het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala loslaten en de band met Allah subhanahu wa ta'ala verbreken, dan zul je zien dat de shaitan zich makkelijk over ons kan ontfermen. Waarom? Omdat wij die ene wapen niet hebben, omdat wij die ene schutting niet meer hebben. De schutting hebben wij met onze eigen handen gesloopt. De schutting hebben wij met onze eigen handen verwijderd. Wij zoeken het contact niet meer met Allah subhanahu wa ta'ala, dan is het niet gek dat de shaitan jou telkens weer erin slaagt om jou telkens weer in de zonde te laten vervallen. Het is niet gek, het is niet vreemd. Want je werkt er niet naar om een schutting te bouwen tussen jou en deze invloedstelling van de shaitan. Het is dus tijd geworden om onszelf te bewapenen. Het is tijd geworden om onszelf te beschermen door het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala en het reciteren van de Koran. En als men dit doet en veelvuldig blijft doen, dan zul je inshallah ta'ala het resultaat binnen de kortste keren zien. En zul je zien dat Allah subhanahu wa ta'ala jou helpt en steunt om af te blijven van de zonde. Om uiteindelijk deze korte metten te maken met deze listen van de shaitan en met zijn strategieën die hij probeert te bewandelen. Een andere zaak die ons beschermt voor de duivel en voor zijn listen is natuurlijk het vergaren van kennis. Het vergaren van kennis. Wat als jij de doelstellingen van de shaitan niet weet? En je weet niet wat zijn strategieën zijn. En je weet niet hoe je Allah subhanahu wa ta'ala op een gedegen en juiste wijze kunt aanbidden. Hoe wil je dan jezelf beschermen? Het is kennis die jou beschermt. Kennis, de juiste kennis, de zuivere kennis over Allah en diens boodschapper. En over het geloof van de islam. En over bijvoorbeeld hetgeen wat jullie zojuist plachten te doen. Het elkaar herinneren en gedenken bijvoorbeeld aan hoe wij de wassing dienen te doen. Om Allah subhanahu wa ta'ala op de juiste wijze te kunnen aanbidden. Dit zijn allemaal zaken die ervoor zorgen dat jij uiteindelijk wat meer weet over je geloof. Opdat jij je bewapent tegenover de shaitan. En het is goed om te vragen naar het kwaad zodat je jezelf daarvoor beschermt. Hudayfa ibn al-Yamān radiyallahu ta'ala en hun grootste metgezel. Hij zei, de mensen plachten de profeet alayhi salatu wassalam te vragen naar het goede. En ik plachtte de profeet alayhi salatu wassalam te vragen naar het kwade. Niet om het kwade aan zich, maar om
vervolgens niet daarin te vervallen. Ik vroeg de profeet alayhi salatu wassalam om het kwaad, niet om het kwade aan zich. Het boeit mij niet wat het kwade is, maar ik ben bang dat ik daarin verval. En dit is een onderdeel van het kennis, het leren kennen en weten van de shar, van de kwaad. En wat de doelstellingen zijn van de shaitan en wat zijn strategieën zijn van de shaitan. Want op het moment dat jij dit weet en op het moment dat je dit zelf kunt voorstellen, dan kun je pas jezelf beschermen en behoeden. Op het moment dat zich een van de strategieën voordoen, dan denk je, oh je wacht even, dit heb ik geleerd. Dit is een invluistering van de shaitan. Dit heb ik tijdens de les geleerd. Dit heb ik tijdens lezing geluisterd. Dit is hoe de shaitan te werk gaat. A'udhu billahi min ash-shaitan rajim. En vervolgens zoek je toevlucht tot Allah subhanahu wa ta'ala. Of bij Allah subhanahu wa ta'ala tegenover de duivel. Een laatste zaak waarmee men zich kan beschermen tegenover de listen van de shaitan, is het blijven in jama'a. Het blijven in de gemeenschap. Het zich bevinden onder de mensen. Het zich bevinden onder de islamitische gemeenschap. Want wanneer men zich onttrekt aan de islamitische gemeenschap, dan is hij een gemakkelijke prooi voor de shaitan. Wanneer men zich onttrekt aan de islamitische gemeenschap en vervolgens een eigen weg inslaat en een eigen partij begint, als het ware zoals vandaag de dag veelvuldig wordt gedaan, dan zul je zien dat de shaitan jou makkelijk erin kan luizen, omdat jij er alleen voor staat. Maar op het moment dat jij naar de moskeeën komt, de gebeden verricht met de mensen, jij bevindt je onder de moslims en je bevindt je onder de islamitische gemeenschap, dan zul je samen sterk zijn. En dit is waarom wij treffen dat de profeet alayhi salatu wassalam ons vaak in overleveringen aanspoort om te blijven in jama'a, om gezamenlijk te blijven. Want alleen dan zul je de shaitaan op afstand kunnen houden. Want alleen dan zul je jezelf kunnen bewapenen tegenover de shaitaan. Maar als je een persoon bent die uiteindelijk denkt van deze jama'a die verricht dat en dat, en op een gegeven moment kom je met je eigen vertrouwen als het ware. Soms is het terecht, soms is het onterecht. En vervolgens distancieer je van deze jama'a, distancieer je van de gemeenschap, geloof mij nou maar, dan zullen de nadelen alleen maar groter zijn. Op het moment dat jij je distancieert, op het moment dat jij je isoleert en op het moment dat je afstand neemt van de islamitische gemeenschap en van de jama'a, dan zullen de nadelen voor jou alleen maar groter en groter zijn. Dus waak erover om een onderdeel te blijven maken van deze islamitische gemeenschap, om samen sterk te zijn tegenover deze iblis. Jullie hebben gezien wat zijn doelstellingen zijn, hoe slim en sluw hij is en wat voor strategieën hij de hele tijd bewandelt. En als wij niet samen blijven en vervolgens in ieder zijn eigen gang gaat, dan zullen we zien dat we één voor één makkelijke prooien zullen zijn en makkelijke individuen zullen zijn voor de shaitaan. En daarom, wat ik zeg, en daarom heeft de profeet alayhi salatu wassalam ons niet voor niets in veel overleveringen ertoe aangespoord om een onderdeel te blijven maken van deze islamitische gemeenschap en van jama'a, en je niet te distancieren en te isoleren van deze jama'a. Dit zijn de doelstellingen van de shaitaan, dit zijn de strategieën en dit zijn de wijzen waarop ons kunnen beschermen tegenover de listen van de shaitaan. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons hiervoor behoeden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons samen laten zijn in de jama'a. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons niet laten isoleren. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze jongeren bijeenscharen omwille van één woord, namelijk het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand en niets anders dan Hij. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de oorlog tegenover Iblis, de duivel, laten winnen inshallah ta'ala. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze iblis van ons geen graantje mee laten pikken, en dat wij uiteindelijk zullen sterven en Allah subhanahu wa ta'ala zullen ontmoeten als winnaars van deze iblis. Allahumma amin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.